Yo, wat up gasten en welkom bij aflevering 5 van Never Ending Glory. En vandaag is het een beetje een iets, ja, een normalere commentary. Normaal probeer ik altijd veel humor en zo erin te stoppen. Maar vandaag gaat het eventjes niet lukken en ik zal uitleggen waarom. Mijn vader die is al een tijdje ziek. Dus met oud en nieuw en zo, met dingen geregeld, dan komt het familie. Ik ga zelf in de avond weg, maar nu help ik dus eventjes mijn stiefmoeder, omdat mijn vader ziek is. Die heeft, ben ik vanmiddag mee naar het ziekenhuis geweest, dus het is best serieus. Dus vandaar dat ik deze commentary ook een beetje haastig inspreek, want het is nu natuurlijk de laatste dag van 2012. En ik vind het een eer om de laatste dag van 2012 up te laden op FIFA NLD. FIFA NLD, dat gewoon in de één maand, minder dan een maand, het waren 29 dagen, 2000 subs heeft bereikt. En dat is echt insane. En het kan niet anders komen dan die Hulitwak hier een penalty weggeeft. Slaat echt nergens op. Ik tackle gewoon die bal. En dan is het blijkbaar een penalty. Maar FIFA NLD heeft dus subs bereikt. 2000 subs in minder dan een maand. En dat is echt sick. Als we dat dan een paar maanden volhouden, snap je. Dan hebben we echt binnen de korte tijd, binnen 5 maanden of zo, hebben we iets van 10.000 subs. Natuurlijk gaat het niet zo snel. Maar hopelijk binnenkort wel. Want wij worden gepartnerd binnenkort. We zijn met Chaos TV. Dat is een Nederlands netwerk. En wij dachten, ja, we gaan een Nederlands netwerk doen. Want dan is het 1-op-1 natuurlijk veel handiger en zo. En het leuke van Chaos TV is, we mogen ook giveaways weggeven. Dus dat gaan we binnenkort ook doen. Alles met contracten zo, dat wordt nu afgehandeld. Daar ben ik mee bezig. En het eerste wat wij mogen geven, dat ik weet, is 12 maanden Xbox Live. Of 14 maanden, ik weet het niet. Dat mogen wij dus al weg gaan geven. En daar komt binnenkort natuurlijk een video van. Dus je hoeft nu niet in de comments achtergelaten dat jij dat wil winnen. Iedereen wil dat natuurlijk winnen. Beetje jammer voor de mensen die PS3 spelen. Die hebben er niks aan. Maar ja, daar gaan we ook nog wel wat voor regelen. Want anders zou het natuurlijk oneerlijk zijn. En ja, dat mogen we dus binnenkort gaan weggeven. En dat soort dingen heeft Chaos TV Dutch vaker. Dat wij dit dan, omdat we met hun gepartnerd zijn, weg mogen geven. En dat is natuurlijk super vet. En met het geld dat we via een partnership krijgen, weet je. Daar hebben we vaak over nagedacht. En daar gaan we dus ook gewoon giveaways mee doen. Daar kunnen we dan dingen zeg maar voor doen die oneerlijk zijn. Want we zijn natuurlijk met z'n zevenen. En om dan het geld dat we ermee verdienen, wat helemaal niet belachelijk veel is. Nou, niet eens meer dan normaal, want we uploaden natuurlijk elke dag. Om dat gedeeld door 7 te doen, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Want dan heb je er bijna niks aan. Dus daarmee gaan we ook giveaways doen. Daar gaan we een beetje ons kanaal mee stimuleren. En daar kijk ik erg naar uit. Niet alleen ik, maar iedereen. Om dat in het nieuwe jaar te gaan doen. En natuurlijk blijven alle series gewoon doorgaan. We gaan binnenkort 2 keer per dag uploaden. Moeten we even kijken hoe dat doen. Of we nog mensen nodig hebben. Want we zijn met z'n zevenen. En zelfs ik en iedereen anders hebben altijd al moeite om zeg maar een bepaalde tijd je upload klaar te hebben. Want de ene week heb je drukker dan de andere week. En iedereen is natuurlijk jong. En iedereen zijn favoriete ding in het leven is waarschijnlijk uitstellen. En dat is van ons natuurlijk ook het geval. Merk ik ook ontzettend erg aan mezelf. Dus daar moeten we even mee kijken. En misschien hebben we dus nieuwe mensen gaan we doen. We hadden laatst al een upload gehad van I Am Dave. En ja, die is eigenlijk ontzettend goed. Die maakt compilations van zilveren squads en gouden squads en bronzen squads. Een soort van squad reviews. En die komen er binnenkort trouwens ook op squad reviews. Er zijn al mensen mee bezig. Ik zelf heb ook al een paar squads die ik graag met jullie zou willen delen. Dus vandaar dat het allemaal, ja, sneller gaat, zou moeten gaan. Want als je bij één video 10 subs erbij krijgt, krijg je natuurlijk bij 2 video's niet waarschijnlijk 20, maar iets van 18. Maar het is nog steeds wel bijna dubbelen. En daar hopen we dus eigenlijk een beetje op. Terwijl deze gameplay potje dat jullie nu gaan zien, dat is echt gewoon puur goals. Ik weet zelf niet eens meer hoeveel goals ik heb gescoord, maar dat waren echt ontzettend veel. Ik ga er niet eens heel veel over zeggen, want anders moet ik heel snel praten. Ik kan het wel proberen. Praat trouwens zo snel, maar Mosoro hier, die doet een fake shot in de 16 meter gebied en raakt eigenlijk zijn verdediger zo makkelijk kwijt. En ja, die schuift hem erin met zijn verkeerde been. Hetzelfde doet Lima, die schiet gewoon in de korte hoek, erg overpowered, altijd korte hoek op FIFA 13. Oftewel first post OP, als de meesten het kennen. En als je in de 14e minuut al 2-0 voor staat, dan is het eigenlijk niet heel moeilijk meer. Behalve dan dat Odin Wingy hier met mazzel langskomt, Arthur Moraes, mijn keeper, die had hem nog bijna. Maar die kon hem net niet helemaal vastklemmen. En hier weer zijn keeper, die laat zeg maar die bal los, of een rebound, Schwarzer was een keeper volgens mij. En Jorge Henrique. Voor zijn eerste potje voor ons club. Want je zag net dat ik hem had gekocht. Hij is echt een superspeler. Ik heb dus hem op rechts buiten. En Emerson op links buiten. En dat is echt sick. Want ze zijn allebei kanonnen snel. En kunnen ja, redelijk goed schieten. En dan tramp ik hem hier. Want ik wil gewoon die goal scoren. Weet je, extra coins. En ik zag laatst een comment van iemand. Die zei, ja Roel, je bent echt helemaal niet goed. Want je trampt alleen maar. Dan kan ik ook van je winnen. Ja, is goed. Maar als ik aan het spelen ben. En ik sta 4-1 voor. En ik scoorde 5-1, dan maakt me dat echt helemaal niks uit. Hij komt toch niet terug, ik wil gewoon winnen. Bij FIFA moet je eigenlijk nooit medelijden hebben met je tegenstander.
Want hij heeft dat ook niet. Zeg maar, als jij zou zeggen, ja, ik heb nog één punt nodig. Dan stuur je bijvoorbeeld je tegenstander een bericht van, ja, weet je, zullen we het gelijk spel maken? Want dan heb ik er profijt van en jij ook. En dat hij dan in de 90ste minuut scoort, weet je wel, waardoor hij wint. Dat soort dingen, dat gebeurt nou eenmaal op zo'n videospel. En daar heb je helemaal niks aan. Hier trouwens, prachtige paas op Lima. Alleen weet ik niet in de eerste instantie af te maken met de volley. Maar de rebound gaat er wel in. En toen stond het alweer 6-1. Echt insane. Of 7-1 zelf. En ja, wel credits naar deze gast omdat hij nog steeds bleef spelen. Want ik zou echt al lang mijn controle hebben neergelegd omdat ik er zo boos van werd. Ik ragequit ook, zeg maar, vaker. Dan druk ik gewoon op leave, omdat ik geen zin heb om mijn tijd te verdoen van een potje dat... dat niet doorgaat, maar ja, nu maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit, want ik speel redelijk veel online, ik speel bijna geen online meer. Hier, Goortje, dit bedoel ik nou met zo'n goed schot, het is echt sick dat je dat kan als spouwer van onder de 1000 coins. Maar ik speel bijna niet zo heel veel online meer en dat komt vooral omdat ik daar niet een team voor heb dat er geschikt voor is. Het komt, ik heb mijn spelers allemaal verkocht, want de markt gaat binnenkort crashen. Ik heb het al zo vaak genoeg gezegd op video's, op mijn kanaal, op FIFA LLD, andere mensen hebben het gezegd. Dus als je dat nu niet weet, dan doe je iets fout. Maar de spelers gaan binnenkort allemaal dalen, want het team of the year, dat komt uit als het goed is. Als het niet zo zou zijn, dan zou EA dus een hele rare beslissing hebben genomen. Maar ga er maar vanuit dat het er komt. En heel veel mensen gaan dan denken, ja, weet je, ik wil zo'n pakje kopen, want dan kan ik zo'n dure speler in krijgen. Dus dan verkoop ik mijn team wel. Dus ik mijn team er even snel goedkoop op en dan verkoop het en dan kan ik door. En dat doen dus 50.000 mensen. En als je 50.000 mensen elke team van 11 spelers doet, staan er alweer 500.000 spelers er goedkoop op. Snap je? Dat bedoel ik, dan wordt het heel goedkoop. Maar gasten, dit was de laatste video op FIFA NLD van het jaar 2012. Gelukkige jaarwisseling, voorzichtig met je vingers. Vergeet deze video niet te liken, vergeet me niet te volgen op Twitter. Vergeet FIFA Nederland niet te volgen op Twitter. En ik spreek jullie allemaal later weer. Later gasten.